Klein, kleiner, kleinst. Dat is het ledlampje van Aperture, de AL9M. Niet groter dan gewoon een creditcard. En op zich, er zitten 9 ledjes op die best krachtig zijn. Nou, het ding heeft een ingebouwde accu en dat is eigenlijk al meteen een klein minpuntje. Want een ingebouwde accu als hij leeg is, moet je hem opladen. Daar heb je op zich. Uh, Ter plekke een probleem is soms. Batterijen zijn in dat geval makkelijker. Nou, oplaadkabeltje zit erbij en is gewoon een USB-kabeltje. Wat er ook bij zit zijn drie stukjes folie: een wit stukje folie, een blauwe om hem wat koeler te maken en een oranje om hem wat warmer te maken. Je kunt gewoon het voorste glaasje eraf halen, dat zit met magneetjes en je plakt dat ertussen en je zet het erop. Nou, aan de zijkant niet veel spannends. Een aan- en uitknop, een plus en min om hem wat krachtiger te zetten en de oplader voor de USB. Op zich wel makkelijk dat hij via USB laadt, want dat kan gewoon vrij makkelijk in. Ik noem maar wat de auto via je iPad adapter of gewoon de computer. Nou, als je hem aanzet, zie je negen kleine lichtpuntjes. Je kunt ze wat krachtiger zetten en op zich komt er best leuk licht vanaf. Vergeet niet, dit lampje kost een paar tientjes, dus veel is het niet, maar het is altijd beter dan niets. Hoe zet je dit nou op je camera? Nou, daar hebben ze ook een klein adaptertje voor bijgeleverd, hoesje komt er trouwens ook bij, dit is de adapter om hem op de camera te zetten. Nou, dat werkt gewoon met een schroefverbinding. Je zet het lampje erin en het lampje heeft achterop een groef en voor ook. en Die zorgen ervoor dat hij er ook niet uitvalt, nou, en vervolgens schroef je hem gewoon vast. Eventueel zit er. Ook een draad op voor op je statief. En hij blijft gewoon hangen. Nou, je schuift hem op je camera. Je kunt hem aandraaien en that's it. Je kunt hem verder niet meer richten. Dan zou je er nog een adapter tussen moeten zetten. Dan komt hij wel wat hoger te staan. Maar in principe heb je voor gewoon run-and-gun werk op straat best iets grappigs.